De stichting Into Africa hebben mijn broer en ik ongeveer anderhalf jaar geleden opgericht. Oorspronkelijk omdat we er heel erg tegenaan liepen, dat mensen heel erg negatief stonden tegenover het idee dat wij hadden om door het Afrikaanse continent te gaan reizen. En als je vol enthousiasme ergens over bent en mensen zijn dan heel terughoudend, dat is heel vervelend. Dus we zijn gaan onderzoeken waar dat nu vandaan kwam. En we zijn erop gestuit dat het beeld dat de gemiddelde Nederlander over het Afrikaanse continent vrij negatief, maar vooral heel erg eenzijdig is. En daar wilden we met de stichting Into Africa graag iets aan gaan doen. Ja, precies. En hoe komt het dan dat mensen daar eenzijdig naartoe kijken? Is dat wat wij gevoed worden door de media? Of dat we zelf niet op onderzoek uitgaan, zijn we dan zo bevooroordeeld? Ik denk dat die twee dingen die je noemt wel een groot deel van uitmaken. Dat enerzijds dat mensen gewoon niet veel met meer andere beelden van Afrika in aanraking komen. Enerzijds omdat mensen er niet vaak naartoe gaan. En anderzijds ook omdat ze wat ze van de media gevoed krijgen als het ware. Inderdaad dat eenzijdige beeld van oorlog en honger, dat zijn spectaculaire, korte, interessante beelden. Dus dat is wat de media ons laat zien. Maar er is natuurlijk veel meer. En daar komt eigenlijk dat eenzijdige beeld bij veel mensen vandaan, denken wij. Nou, waar Into Africa mee begonnen is, was heel klein voor onze achterban in beeld brengen wat we op die reis zouden gaan zien. Maar toen we daarmee bezig waren, dat is eind 2014, begin 2015 geweest, stuitten we op een heleboel projecten die heel goed aansloten bij dat positievere, meerzijdige beeld. Je hebt iets negatiefs, een probleem, maar je gaat daar iets aan doen en dan wordt het beeld veel meerzijdiger. Dus wat Into Africa doet is enerzijds proberen in te spelen op die beeldvormingsverandering, omdat dat ontwikkeling ondersteunt. En anderzijds actief bijdragen aan die ontwikkeling door de ondersteuning van 13 kleinschalige ontwikkelingsprojecten op dat Afrikaanse continent. Wat enige is wat je kan doen aan beeldvormingsverandering is tegenover negatieve beelden gewoon andere positieve beelden laten zien. Gewoon mensen laten zien dat waar het ene is het negatieve ook het andere is. Nou, dat doen we op heel veel verschillende manieren in onze kleine omgeving. We hebben een Facebookpagina en een website waar we heel veel echt fysiek beelden laten zien en daar verhalen bij vertellen. Maar na onze reis hadden we zoveel materiaal verzameld, zoveel mensen ontmoet, zoveel foto's ook gemaakt, waarvan we dachten hier moeten we iets mee, er zit zoveel waarde in. Toen zijn we gaan denken, wat kunnen we aan doen? En toen zijn we op het idee gekomen om daar gewoon een boek van uit te geven. Dat wilden we heel graag doen. En dat is waar we nu heel druk mee bezig zijn. En kunnen jullie eens een positief verhaal vertellen vanuit Afrika, wat jullie hebben meegemaakt? Nou, een verhaal dat ik altijd graag als voorbeeld geef, is een verhaal dat we in Ethiopië hebben meegemaakt. We zijn toen naar een project helemaal in het westen van Ethiopië gereisd. En zoals sommige mensen misschien weten, dat is het gebied dat aan Zuid-Soedan ligt. En in Zuid-Soedan is er echt al een aantal jaar achter elkaar heftig conflict aan de gang. En er zijn heel veel mensen die van Zuid-Soedan naar Ethiopië vluchten. Maar die regio in Ethiopië waar we waren, heeft het daardoor heel erg moeilijk. Omdat er allemaal vluchtelingen komen. Er zijn gewoon heel veel mensen die het moeilijk hebben, die huis en haard hebben moeten verlaten. Nou, er is daar een project. Dat probeert op een hele kleinschalige manier die regio te ontwikkelen. En toen hebben wij een aantal dagen met die jongens die van het project meegelopen. Hele bijzondere positieve dingen. Zoals? Wat we vooral daar in beeld proberen te brengen is dat naast dat daar een struggle aan de gang is omdat die regio zo vol is met vluchtelingen, die mensen ook hele positieve aspecten in hun leven hebben. Het leven gaat gewoon door. Maywood, de jongen waar we bij te gast waren, had net een nieuw huis gebouwd waar hij heel trots op was. Een vriend van hem had een baan bij het UNHCR in een vluchtelingenkamp om daar als semi-psycholoog aan de gang te gaan. En die ontwikkelingen lopen ook nog steeds door. Mensen maken positieve stappen, maar die zijn niet heel aantrekkelijk voor de media, dus worden vaak niet gekend. Dus dat is wat we ook in beeld proberen te brengen. Nou, het boek is waar we eigenlijk mee bezig zijn, is we hebben eerst heel veel uitgevers benaderd. En die waren allemaal heel enthousiast, maar het is relatief duur of moeilijk om het boek te laten maken, omdat het heel beeldend is. Veel bladzijden willen veel verhalen vertellen. Dus toen hadden we zoiets van, weet je wat, we gaan het gewoon zelf doen. Dus zijn we het eigen beheer samen met een vormgever helemaal gaan vormgeven. Het is nu bijna klaar. En wat we nu hebben gedaan is een crowdfunding campagne beginnen. En het idee van een crowdfunding is eigenlijk dat iedereen die zoiets heeft, dat boek is tof, wij willen dat er wat komt. Die kan een bijdrage doen. En als je een bijdrage doet, krijg je het boek ook meteen. Dus het is twee vliegen in één klap. Nou, het mooie van het platform dat wij gebruiken voor de kunst is dat je zelf mag bepalen hoeveel je inlegt. En dat wij dan per trap zeg maar, een bepaalde tegenprestatie daar tegenover stellen. Vanaf 20 euro krijg je het boek daarvoor terug. En als je meer wil bijdragen, krijg je daar meer voor terug. Zoals een extra boek dat je cadeau kan doen, een canvas van een hele mooie foto uit het boek of zelfs een presentatie van Vincent en mij voor je familie, je bedrijf, je organisatie over Afrika of gerelateerde onderwerpen. Ja, maar het begin is al bij 20 euro. Vanaf 20 euro kunnen mensen het boek al in handen hebben. En waar kan ik jullie dan vinden?
Ik denk dat het makkelijkst is om naar onze website te gaan, www.in2afrika.nl. En daar kun je heel makkelijk de link naar de crowdfunding vinden. En dan kun je op die pagina filmpjes en het verhaal nog een keer nalezen. En dan zelfs een sneak preview van het boek zien. Dat is ook heel tof voor veel mensen. Dus, één ding wat we ook graag met het boek willen bereiken is dat we mensen willen aanmoedigen om niet bang te zijn voor het onbekend. Hè. Onbekend maakt onbemind, maar mensen, het is ook belangrijk dat je soms het avontuur aangaat, naar onbekende plekken gaat en zelf gaat ervaren wat er allemaal gebeurt. En niet alleen het positieve, er zijn ook altijd overal problemen en die zijn ook goed om te zien. Maar inderdaad, als veel mensen de positieve verhalen die ze bijvoorbeeld in Afrika meemaken zouden verspreiden, dan zou dat een hele hoop stappen in de goede richting zijn. En wij willen wat dat betreft absoluut als platform fungeren als er mensen zijn die zeggen: ik herken me in jullie verhaal, ik heb ook iets soortgelijks meegemaakt nu of 40 jaar geleden. Benader ons absoluut en dan wie weet kan daar een samenwerking uit voortvloeien. Ja. Ja, een van de verhalen die mij altijd is bijgebleven is toen we in Kaapstad waren, ook bij een van onze projecten, de Ubuntu Academy. En wat de Ubuntu Academy eigenlijk doet is een kunstcurriculum aanbieden aan jonge mensen uit de sloppenwijk of de townships van Kaapstad in Zuid-Afrika. Dat zijn eigenlijk gebieden waar jongeren vrij weinig kansen hebben vaak. Maar er zitten wel heel veel jongeren met heel veel talent. Ook heel veel kunstenaars. Dus dan gaat het echt over dansers en schilders en theaterspelers en van alles en nog wat, van jong tot oud. En wat de Ubuntu Academy eigenlijk doet is die waarde van die kunst uit die townships halen met die jongeren. En daarbij ook proberen daar echt iets duurzaams lange termijn van te maken. Dus ze bieden ze een curriculum aan om beter te worden in wat ze doen. En daarnaast ook om echt een bedrijfje te beginnen in de kunstvorm die zij bedrijven, zeg maar. Dat is echt professional in te worden en daar ook echt van te kunnen leven uiteindelijk. En dat was echt een heel mooi voorbeeld uit, zeg maar, we zijn ook in die townships geweest en dan zie je waar die jongeren vandaan komen. En tegelijkertijd zie je ook als ze, zeg maar, in een kunstvorm, wat ze dan ook doen, rappen of zingen of theater, zie je hoe goed ze daarin zijn en hoeveel talent daarin zit. En Ubuntu is een hele mooie manier om dat uiteindelijk echt voor die jongen iets duurzaams te maken en dat ze daar echt hun leven van kunnen vormgeven. Dat is, als je die jongeren dan ziet opbloeien en daar echt uiteindelijk professional in worden, dat is een heel mooie, dus dat is ons echt bijgebleven. En natuurlijk de muziek uit Afrika is iets heel anders en daar waren de jongeren heel erg goed in, dus dat vergeet je niet zomaar. Een heel positief verhaal dat in de lijn ligt van wat Into Africa doet. Het gaat over een jongen die we hebben leren kennen in Oeganda. Wij ondersteunen daar een project dat heet Lunch voor een Kind. Tegenwoordig de Elsis Foundation. Tegenwoordig de Elsis Foundation, ja. Joram heette die jongen en Joram ondersteunt dat project al een aantal jaren. Joram komt zelf uit een vrij arme milieu, maar is samen met een Nederlandse meisje in dat project gestapt. De kern van het project is dat ze op een hele kleine school proberen met een eigen tuin waar de ouders in werken kinderen lunch te kunnen aanbieden, waardoor zij beter kunnen presteren op school. Enerzijds, dat is de kern van het project. Anderzijds heeft Joram door dit project de kans gekregen om mee te doen aan een soort van international leadership programma in Kenia, in het oosten van Afrika, waardoor hij op dit moment hard bezig is om een beurs binnen te slepen om straks verder te studeren. Dus dat zijn hele positieve verhalen waarin je ziet dat je vanuit een kleine knop, een kleine basis, grote stappen kunt maken. Op projectniveau, maar ook op individueel niveau. Dus dat is een van de mooie voorbeelden. Ja, een laatste positief verhaal dat we kunnen vertellen speelt zich aan het begin van onze reis af. Een man die met de naam Zakaria heeft daar een project opgestart dat heet de Green Desert Farm. In het midden van de woestijn is hij een boerderij begonnen. En naast dat hij midden in de woestijn probeert om groenten en fruit te telen en daar geld mee te verdienen, is de Green Desert Farm ook een spirituele plek. In het leven van Zakaria, het leven van Zakaria is getekend door een conflict tussen koptische christenen en moslims, persoonlijk in zijn familie. En hij wil met de Green Desert Farm een plek creëren waarin die tegenstelling, maar ook andere tegenstellingen, huidskleur, religie, geen rol spelen. Zolang jij je maar houdt aan de regels van de boerderij, dus hard werken, je inzetten voor de gemeenschap, maakt het niet uit of je blauw, paars, christen of moslim bent, maar mag jij daar je plek vinden. Dat is een fantastisch uitgangspunt, maar ook die man heeft af en toe wat ondersteuning nodig. Hele goede ideeën, maar die moeten ook geïmplementeerd kunnen worden. Om daarin te kunnen ondersteunen, dat is een perfect voorbeeld van hoe we met Into Africa graag willen werken. Ja. Sowieso altijd wat het idee van onze stichting is, dat wij niet zelf ergens naartoe gaan zeggen: oké, volgens mij moet er dit gebeuren, we gaan een school bouwen. Wat onze projecten allemaal zijn allemaal projecten begonnen door Afrikanen zelf in hun eigen gemeenschappen.
En wat wij gewoon vragen is, oké, jullie weten waar jullie naartoe willen, wat jullie ontwikkelingsbehoeften zijn. Hoe kunnen wij jullie daarin ondersteunen? En ze weten vaak heel goed waar ze zelf naartoe willen, wat ze willen doen. En ze hebben ook een plan hoe ze daar naartoe willen. Alleen wij kunnen dan vaak helpen met een kleine ondersteuning. Soms dat financieel, maar soms dat ook gewoon iemand die we kennen of een publiciteit leveren. Dus dat is vooral waar wij echt op inzetten, zeg maar. De ondersteuning van projecten. Maar we geven Afrikanen zelf de power, laten we het maar zeggen, om te bepalen waar het naartoe moet. Dat is niet iets wat wij bepalen. Je moet het zelf doen, maar jullie zijn de ondersteunende factor. Absoluut. Dat werkt ook het beste, denk ik. Zeker. Mooi samengevat wat Vincent net in een minuut ging zeggen. Nou, onze expertise ligt een beetje op het gebied van ontwikkeling. En wat wij in ontwikkeling zien, is dat de afgelopen decennia die ontwikkeling aangepakt is als iets dat van boven moet worden opgelegd door de landen en streken waar het wel goed gaat. Maar dat heeft uitgewezen niet te werken. En wat wij op kleine schaal proberen te doen, maar wat wij ook denken dat op grotere schaal geïmplementeerd moet worden, is dat je samen als gelijkwaardige partners aan de slag gaat om die ontwikkeling na te streven. En ik denk dat dat voor het ontwikkelingsdeel een heel erg belangrijk deel is van dat vraagstuk. Wat we net al zeiden van bied ze een kans met hun samen en geef ze alleen de ondersteuning. Ja, inderdaad. En laat hun in de lead en laat hun bepalen waar het naartoe moet. Het is niet zo dat wij, omdat het hier toevallig volgens ons dan beter gaat dan daar, dat wij kunnen zeggen oké, jullie moeten doen zoals wij. Dat werkt niet. Heeft jarenlang hebben ze dat geprobeerd. Lukt niet, dus dat is een hele andere manier, een betere manier om dat te doen volgens ons.